Wij hopen dat je een hele fijne, gezegende eerste en tweede kerstdag hebt gehad. Een sneeuwballengevecht? Nee, niet naar mama. Nee. Dan komt papa met de... Luxie zit voor de allereerste keer sneeuw. 1, 2. Oh, oh nu al. Vanaf hier neem ik de... Pas op, hè. Doe even een plasje. Plasje op het gasje. Kijk eens, de eerste sneeuw van 2018 is gevallen. Wauw, gisteren toen wij ook uit eten gingen, kwam er nog een leuke papa met kindjes naar ons toe. En die vroeg zo, Daniel, heb je mooie dronen weer meegenomen? Dus ik ga al uitlatend met Woezel en Pip. Sauna heb ik al aangezet. Farah is met de kids boven aan het spelen in het bubbelbad. Ga ik wat mooie droombeeldjes proberen te maken van deze eerste prachtige witte wereldbeelden van 2018. In de Efteling. Ja. Daar zijn we uitgenodigd om lekker te genieten bij de winter Efteling. En we hebben hier lekker geslapen weer in het leuke huisje. En wat zien we daar buiten, kinderen? Sneeuw. Over de winter Efteling gesproken, kijk. Het heeft gesneeuwd. Wauw. Goedemorgen, Luxie. Je zit met de blokjes aan het spelen. Hey Luxie, zie jij nou de eerste keer sneeuw? Is dat sneeuw? Wauw. Mooi, hè? Ik kom meteen buiten. Wat is dat, Luxie? Is het helemaal wit buiten? Is het helemaal wit buiten? Hé, maar volgens mij is papa met de drone aan het spelen. Volgens mij hebben jullie beelden gezien van de drone. Of gaan jullie die nu zien van de drone? Ik weet niet wat Daniel de ochtend... Maar hij is volgens mij met de drone op pad. Wat is dat buiten, Luxie? Wat zie je daar? Wat is dat? Het is helemaal wit, hè? Hé, Luxie, wie is dat? Is dat Pip? Boom. Nou, dat was een avontuur wel. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze eerste winter 2018 sneeuwbeeldjes. Ik heb gauw weer lekker de badjas aangedaan. De sauna warm opgestoken, want het is echt drappig en koud. Maar... Wel heel erg mooi. En we hebben sneeuw. We hebben sneeuw. Het is kerst. Ja, het is voor jullie al wel kerst in de vlog. Derde kerstdag. We lassen de derde kerstdag altijd in. Ik weet niet, is derde kerstdag in de vlog? Het is voor ons nu derde kerstdag in de vlog. Ja, ja, het is nog geen kerst voor ons, maar we hebben een witte kerst. We zitten aan tafel. Eet smakelijk. Eet smakelijk.
voeten door de... Brrr. Ja, het is nu middels natte sneeuw aan het worden. Lekker warm. Oh, in het zonnetje. Huh? Luxie, waar is de cellen nou? Hé, maar die gordijnen had ik vanochtend netjes gemaakt. Oh! Prinses. Oh! Wij gaan zo meteen de zwemtas inpakken. We gaan lekker zwemmen met zwemmen. Ja. Het is mooie sneeuw. Ik ruim de tafel af, doe de afwas en pak de zwemtas. Zo, wij hebben de tas ingepakt. En Luan, zullen we voorzichtig, hè? Lekker in de sneeuw. Oh, sneeuwballen geweest. Wow. We zijn bepakt en bezakt. En we gaan nu lopen naar het zwembad. Ze hebben hier gewoon een heel klein, maar wel heel gezellig zwembadje. Maar volgens mij vinden de kinderen de sneeuw nog veel te leuk. Kijk, ik heb een sneeuwbal. Hoe proeft de sneeuwbal? Heb je hem al geproefd? Waar smaakt hij naar? Oké. Okay. Dit is wel schone sneeuw, hè? Ik ga proeven. Ja, proef maar even. Schone sneeuw. Mm. Nou, sneeuwbal gooien. Mm. Goed zo. Mm. Komen jullie mee? Nou, het is ondertussen alweer een beetje aan het smelten. De sneeuw hield niet lang, maar het zag er wel mooi uit. Yeah. Wauw, yeah. Goed zo. Kom maar. Van sneeuw. Ja, je houdt zo van sneeuw, hè? Jij ook. Ja, ik zie het. Lucilla is bijna jarig. Ja, dat klopt. Dat klopt. Lucilla is bijna jarig. Mama zegt altijd, Lucilla wordt jarig als er sneeuw valt. En nou is er inderdaad sneeuw. Ja. Mooi, hè, Luxie? Ja, mooi, hè? Jarig, hoor. Nee, dat duurt nog even. In januari pas, hè? Ja. Kijk eens hoe mooi het eruit ziet. Wauw. Dat is mooi. Sneeuwballengevecht? Een sneeuwballengevecht? Nee, niet naar mama. Boefie? Nee, niet naar mama. Nee. Boefies. Boefies aan jullie. Nee. Zijn boefies. Het is 17 december. 2018 en we hebben sneeuw. Oh nee. Oh, Boefie. Oh nee. Nou, wat een mooie witte wereld. Daar komt papa met de slee. Are you dreaming of a white Christmas? Ja, a wild Christmas. Ik vond het net wel leuk daar. Ja, was leuk, hè? Ja. Oh, Silla. Kijk, hier is het allemaal alweer bevroren. Of ontdooid, bedoel ik. En daar ligt nog van alles. Komt ook weer sneeuw terug? Als het weer gaat sneeuwen wel. Ja, weet je wat grappig te realiseren is? Wij weten nu nog niet of jullie een witte kerst hebben gehad. Of wij allemaal een witte kerst hebben gehad. Want het is voor ons nu nog geen kerst. Maar het is al wel kerst geweest voor jullie die het nu online kijken. Dus ja, hebben we een witte kerst gehad? Ja of nee? Laat weten onder in de reacties. Ik zie Luxie zit voor de allereerste keer sneeuw. Luxie, mooi, kijk, schatje. Sneeuw. Ja, alleen kijken, hè? Nee. Geen sneeuwbal naar Luxie. Boefies, ja, ik zie je er wel even aan. Oh, dat is niet erg, schatje. Luan heeft een verse sneeuwbal gepakt van het bankje. Die is mooi schoon, hè? 1, 2, plons. Dag, sneeuwbal. Nou, Lu, heel ver. Naar het zandkasteel daar. Nou, ik denk tot die paal. Oh, nou, tot die paal. 1, 2... Ja! Wow! Mama, ik denk ja. Tot 1. Ja, 1, 2. Goed zo! Kom maar, lopen we weer verder. Gaan we lekker naar het zwembad. Nou, laatste bal, Lu. Kom jongens, we gaan. Niet te ver. Ja, goed zo. Ja, nou gaan we verder. Poef. Zullen die eentjes het niet koud hebben? Oh, Luan. Ja, ik probeer een beetje medelijden te hebben met die eentjes. En jij gooit gewoon een sneeuwbal naar die eentjes. Luan, is het echt typisch jongens? Lu, klaar nou. Nee, oh. Nee. Kom, jullie zijn baldadig. Kom op, we gaan naar het zwembad. Hé, want hier kunnen we niet zwemmen. Ah, sorry eentjes. Sorry voor de baldadige kindjes. Sorry, nou is klaar. Papa's mama's die dit herkennen? Nee.
Nee, nou niet meer naar de eendjes. Het is zielig voor de eendjes. Hey, is het Klaas, hoor, ja, dat is het kasteel van Klaas Vaak. Ja, van het Bosrijkpark waar we zitten. Ja. Mooie Luxie. Ja. Dat is allemaal witte sneeuw. Niet meer de sneeuw eten. Ze blijven iedere keer de sneeuw eten. Ik vond het straks niet zo erg aangezien het een schoon stukje was. Maar nu gaan ze ook sneeuw eten hier in het zand. En dat is natuurlijk niet zo handig. Dus jongens, geen sneeuw meer eten. Wat heb je gevonden? Baby. Wel, Silla. Silla. Op naar het zwembad. Bijna ijs. En van deze prachtige bosrijke omgeving gaan we hier lekker plonsen. In het binnenzwembad. Ja. Doet hij het? Ja, lekker warm naar binnen. Lekker warm naar binnen. Nou, ik kleed ons om. In 1, 2, 3 staan we in de badkleding. Gaan we. En wij zijn aangekleed. Nou, Lulzilla. Doe maar eens open. Waar gaat dat heen, Luxie? Hier. Kom maar. Oh. Kijk. Kom maar. Ja. Hier. Waar? Waar willen we gaan zitten, mama? Wow, wat lekker. Huh? Dit plekje? Ja? Zal ik hier de tas erin? Hier is het lekker warm. Hier houden we het wel uit. Huh? Nou, geniet van de spettenbeeldjes. En we zijn weer thuis. We hebben een zin, Pip. Ja, Luan en papa gaan even een Chinees halen. Tot straks, meisjes. Tot straks. We gaan... Wat worden? We gaan naar Chinees. Je tegenover de Efteling zit een heerlijke afval Chinees. Dus we gaan even lekker Chinees halen voor in het huisje te eten. Ja, en dan vanavond... Een heel leuk, een leuke kindershow. Ja, het is over 7 uur. Ja, een theatershow. Vanavond om 6:30. 6:30. Zo. Ik heb bijna goed. Bijna goed. Dus mama en de meisjes rusten nu uit. Ja, en ja. De jongens gaan op zoek naar Chinees eten. Let's go, tijger. Oh. Een kwartier later. Luan, heb je gevonden? Hier. Oké, ga jij of ga ik? Zal ik even rijden? Dat is goed, jongen. 1, 2, je hebt de voet op de pedaal. Ja, doe maar. Box. Box. Gooi het om, jongen. Vanaf hier neem ik de vlog open. We zijn nu, ja, hier, hè, bij de Chinees.
Ja. En daar gaan we nu naartoe. Papa hebben daarachter. Heb je een auto gekocht? Ja. Nou, gewoon naar binnen. Dan gaan we gauw naar binnen, ja. Dat is achter de. Zo, hier is de Chinees. Ze hebben een discolampje, zie je dat? Ja, ik zie ook. Het is een disco waar een Chinees heeft zo van gemaakt. Nou, ik ben benieuwd hoe het binnen zo is. Doei, doei. Zo, Lul, ga jij maar even naar binnen. Oh, dat komt goed uit, want we hebben geen honden mee. Nee? Nee. Hey. Verboden honden. Ja, verboden, die mochten dus niet mee. Ja, anders vast ze allemaal met Chinees. Ja, ja. Zo. Nou, en nu al ben ik lekker onze portie Chinees. En dan is het. Zeg eens. Yes. Aan tafel. Oeh, dat gaat lekker, hè? Maar we hebben straks nog wat bonusbeeldjes. We nemen jullie mee naar het Caro. Kindertheater, hè? Het is inmiddels heel donker. Het is bijna half zeven. Kijk naar de discolampen. Ja. Oh ja, ik zie het daar. Ja, ik weet niet of jullie dat zagen op de vlog. Maar wij zijn onderweg naar het... Kindertheater. Het theater in de Efteling zelf. Van Caro. En daar hebben ze een heel mooie show... En dan gaan we gezellig met z'n allen. Ja, ik zie daar. In de avond. In de avond, ja. Dus het is wel heel erg sprookjesachtig in de Efteling. In de avond. Jullie gaan mee. Dus geniet gezellig mee. Dans mee en blijf niet staan.